Ik zat in een klas met twee jongens en hun waren b-boys. En hun zeiden van, oh, dus je danst ook. Kom maar een keer mee naar de training. Opeens was ik daar in die zaal. Toen zeiden hun van, ja, ga trainen. We hebben nu 4 uurtjes. En voor mij was het van, wat ga ik 4 uren doen? Ik heb geen idee wat ik moet doen. Maar sinds dan ben ik nooit meer gestopt. Ik ben Alicia. Ik ben 27 jaar en opgegroeid in Duitsland. Ik was 4,5. Ik ging naar de toilet en opeens zat ik daar. En we hadden zo'n poster en dat was New York of zo, weet ik veel. En opeens dacht ik van, ballet zou wel leuk zijn. En ik weet nog, toen ging ik dan gelijk naar mijn moeder en zei van, mama, ik wil gewoon ballet dansen. Ik was niet goed. Mijn voeten waren niet goed gemaakt daarvoor. Ik was ook meestal in de laatste rij. Ik heb nooit een solo gekregen. Tot één dag was kiteles of zo, dus ik ging daarmee doen. Hip-hop, house, locking, popping, break. En ik vond break altijd het leukste. Ik kan niet eens zeggen hoezo, maar misschien was het die uitdaging. Dus ik was eigenlijk ook slecht. Ik ging echt huilen omdat ik niet op mijn handen kon staan. Ik had niet echt skills en ik had toen een docent. En ik weet nog, na het eerste jaar zei hij opeens tegen mij, weet je Alicia, sommigen krijgen het en sommigen gewoon, die krijgen het nooit. Ik stop ermee om moeite in jou te stoppen. En dan was echt één jaar dat ik eigenlijk alleen maar naar de training kwam om te laten zien van, ik ga niet stoppen. Ik was die eerste op training, die laatste. En ik denk, daar is het een beetje ontstaan dat ik echt die drive had en gewoon van, ik laat jullie zien. Een vuur die aangaat en dan ga ik gewoon uren. Dus ja, dat is een beetje gek, maar bijvoorbeeld handstand heb ik 1 jaar lang echt elke dag 2 uren lang. Ik dacht gewoon van ik wil het krijgen, totdat ik het had. Ja, en dan ben ik naar Nederland verhuisd en dat was eigenlijk een beetje de beste stap die ik ook voor mijn dans kon nemen. In Enschede was EXG, Extraordinary Gentlemen, dat is een break crew. Het zijn heel extreme karakteren. Iedereen van hen is zo uniek en zo anders. Maar gewoon omdat hun zo unieke persoon zijn en eigenlijk alleen maar dansen zoals hun zijn. En opeens was ik met hun aan het trainen. En ja, daar was ook Phil, dus nu mijn vriend. Dus ik ging iets doen en toen zei hij tegen mij van, wie ben jij? Dat is wel leuk, zijn stapjes en je gaat naar een basic freeze, maar ik wil zien wie jij bent. En dat heeft eigenlijk mijn hele zicht op het dans omgedraaid. Wat heb ik? Ik ben niet super sterk, ik kan niet echt al die power moves doen of zo, maar wat heb ik? En dat heb ik gewoon tot het extreem uitgebouwd. Ik ging op een gegeven moment ook aan mijn eerste solo werken en ja, toen ging Shailes mij helpen en hij zei opeens van, ga die beweging herhalen. In een battle heb je 30 seconden en dan moet je zoveel moves instoppen als je maar kan en laten zien. En in het theater heb je opeens de kwaliteit van een beweging die echt telt. Gemerkt dat er een bepaald gevoel in mij zit en dat gevoel zegt mij of iets voor mij bestemd is of niet. En als het gevoel mij zegt, dit is voor jou, dan volg ik het. En dan doe ik het ook met al mijn passie en 200%. Want het vraagt heel veel tijd en heel veel aandacht en focus. Ik ben dan bijvoorbeeld niet heel sociaal. Ik
präferiere, um ein Training zu gehen, dann als mir jemand fragt, habt ihr Zeit, um einen Kaffee zu gehen trinken. Ist es das echt wert? Ich hörte vaak, ja, je bent geen performer, dat gaat niet lukken. Ik ging heel veel audities doen. Het ging allemaal mis of gewoon, ja, je hebt het niet, bla bla. Maar ik dacht van, nee, maar ik kan het wel, ik weet het wel. Er is iets in mij, dat gaat nog gebeuren. En ook duurt het lang. Ik ben hier naar Nederland gekomen en ik kon niet eens zeggen, hoi, ik ben Alicia. En nu praat ik gewoon echt teksten en doe op theater en weet ik veel. Dus voor mij, dan dacht ik van, ja, dus die moeite is er gewoon waard. Je moet gewoon doen wat je moet doen en gewoon alles voor geven. Zij kwam later naar huis en toen vroeg me van, wat vond je het leukst van de hele dag? En er was een battle en alles, er gebeurde van alles. En toen zei ze van, om Alicia te zien dansen. En dan denk ik van, als je zoiets kan bereiken, ook daarmee dat je eigenlijk jouw droom leeft, maar daardoor ook nog andere mensen mee kan slepen op de positieve manier. Denk van, ja, dat is eigenlijk al genoeg voor mij.